Shell speelt voortdurend in op veranderingen in de markt. Daarbij horen nieuwe projecten en investeringen. We zijn op Shell Pernis een mooie nieuwe fabriek aan het bouwen, een aromatenfabriek. Het is een fabriek die goed ontworpen is. En ik verwacht dus ook dat die veilig en betrouwbaar gaat opereren. De aromatenfabriek is een destillatiefabriek die een benzeenrijke stroom uit de benzine haalt. Het levert uiteindelijk een product op wat een halfproduct is voor onze fabrieken in Moerdijk. Die het verder verwerken tot hoogwaardige plastics, nylons, synthetische stoffen. En een van de dingen die je kunt doen om een raffinaderij in Europa goed voor de toekomst te positioneren, is die integratie tussen de olie en de chemie op te zoeken. En dat is precies wat deze fabriek doet. Shell werkt aan dit project met meer dan 300 interne experts en externe aannemers, een echte teamprestatie dus. Veiligheid is natuurlijk prio 1. Voor mij bestaat die veiligheid uit twee aspecten. Enerzijds veiligheid in het ontwerp, anderzijds veiligheid in de bouw. Een belangrijk onderdeel van de fabriek zijn de twee nieuwe destillatiekolommen. De gevaartes zijn in één stuk vanuit Korea per vrachtschip vervoerd en half augustus aangekomen in de haven van Pernis. De grootste van de twee is maar liefst 70 meter lang en moet meer dan 400 meter afleggen op het land. De laatste stap is het plaatsen van de kolom, zo'n 50 meter verderop, een precisiewerkje waarbij alle disciplines samenkomen. De komende jaren zal de gehele site profiteren van deze nieuwe investering.